We moeten het over het onderwijs hebben. Het was in het nieuws. Het onderwijs is namelijk niet goed bezig. Uit een onderzoek wat zelfs nog voor corona is gehouden, blijkt dat de kwaliteit van de Vlaamse lagere schoolleerlingen achteruit gaat. Oké, maar hoe slecht is het eigenlijk? Voor wiskunde staan we in 2019 op de 17e plaats uit een groep van 58 deelnemende landen. En voor wetenschappen staan we op de 35e plaats. Samen met landen als Kazachstan. Kazachstan, I like! Wauwauwiwa! Goed, het gaat dus slecht in het Vlaamse onderwijs. En dan met name in wiskunde en wetenschappen. Toegegeven, ik was daar ook niet echt heel erg goed in. Het interesseerde me ook niet zo heel erg veel. Ondanks dat het mij wel goed werd uitgelegd. Voor de Vlaamse leerling is de lesstof tegenwoordig gewoon te abstract. Het is voor hen te abstract. Hè. Het herleiden soms. Zeker als het bijvoorbeeld al gaat over vierkante meter. En ze moeten dat naar vierkante millimeter. Telkens die twee nullen er helemaal achter. Dat is voor hen een hele moeilijke. Oké, maar goed. 1 vierkante meter is 1 miljoen vierkante millimeter. Dus dat zijn 6 nulletjes. Dus kijk, misschien als je gewoon concreet leert 1 vierkante meter is 1 miljoen vierkante millimeter, dan hoef je ook niet de hele tijd die twee nulletjes erbij te doen. Maar misschien moet je het ook gewoon simpeler houden en gewoon met letters werken. Hè? Dus 1 vierkante meter is 1 m. En 1 vierkante millimeter is 2 emmetjes. Goed, dit zijn ook gewoon hele vervelende opdrachten, dat weet iedereen. Is er dan iets wat kinderen wel leuk vinden? Kinderen zijn ongelooflijk gefascineerd door magneten. We laten ze dan ontdekken op welke materialen magneten blijven vasthangen door hen vragen te stellen. Vaak zeggen ze dat blijft hangen op iets wit, omdat de meeste koelkasten wit zijn en daar ook de magneten hangen. Maar we leiden hen dan verder naar andere materialen. Ja, supercool. Kijk, ik heb hier een magneet, ik heb hier een stuk glas. Dat werkt niet. Goed, kijk, ja, je kan zeggen wat je wil. Ik heb nooit les gehad met magneetjes. Jij, Flip? Nee. Dus ik had dit ook wat dat betreft niet kunnen weten. Oké, maar de kwaliteit van het onderwijs holt dus achteruit. Wat nu? Even een klein opdrachtje tussendoor. Stel je voor, je hebt 5 streepjes internet. Je haalt er 4 streepjes vanaf, dan krijg je een slechte verbinding. Inderdaad, iets moeilijker dan. 0,7 seconden beeldvertraging plus 0,5 seconden geluidsvertraging is gelijk aan een video-interview met onderwijsspecialist Dirk van Damme. Het virus van de kwaliteitsdaling lijkt zich dus eigenlijk in heel het onderwijs genesteld te hebben. Ja, maar volgens mij heb jij een virus op je computer, vriend. Maar Dirk, jij bent dus de onderwijsspecialist. Moeten wij speels of streng onderwijs toepassen? De idee dat je onderwijs heel speels moet maken blijkt eigenlijk meer en meer, ook in wetenschappelijk onderzoek, toch een beetje een fictie te zijn. Oké. Dus dat betekent dat we helemaal terug moeten naar de feitenkennis. Zoals er eigenlijk vroeger werd lesgegeven. Het lijkt erop alsof het onderwijs en de lesstof ten prooi zijn gevallen aan het leukheidsvirus. En dat hoeft helemaal niet. Ook niet volgens de docenten. Die reageren in de krant op dezelfde manier zoals de meeste mensen over hun huwelijk praten. Namelijk, het moet niet nog leuker, het was al leuk. Dus gewoon weer rijtjes stanken en sommen herhalen, zoals vroeger. Want toen werd er nog hoofdrekenen op niveau gegeven. En kon je, als je goed je best deed, misschien wel politicus worden. Het is een variante op de bubbel van 4, op de cocoon van 4. Maal 2, 5 wordt nu 10. Oké. Ik schrijf ook, locus lol is hihi. Maar goed, dit is misschien ook niet zo aardig. Er zijn ook politici die wel goed kunnen rekenen, mits ze er de tijd voor krijgen en het met een groepje mogen doen. Hoeveel is 6 maal 6? Nu, 6 maal 6 is 36 er wel een paar keer uitgerekend. En dat is, daar zijn we het ook over eens. Ja, nou, dat is knap. Heel erg knap, hoor. Goed berekend, hoor, Peter. Het onderliggende probleem in het onderwijs is de kansenongelijkheid. Veel kinderen groeien ook in armoede, hebben een taalachterstand en komen daarom niet mee in het onderwijs. En natuurlijk kun je als minister Wijts zeggen, de lat moet omhoog, maar je kunt ook aan de bodem werken van waaruit die kinderen als een magneet kunnen aanhaken. Kansenongelijkheid is misschien een beetje een abstract begrip. Misschien is er wel een leuk rekensommetje uit de actualiteit over de wereldwijde verdeling van coronavaccins bijvoorbeeld. In de praktijk blijkt dat Europa ongeveer 1,5 miljard dosissen heeft gekocht voor een bevolking van 500 miljoen. Terwijl COVAX ongeveer 700 miljoen dosissen heeft gekocht. Maar zij hebben wel een bevolking wereldwijd te dekken waarvan de armste landen alleen al ongeveer 3 miljard mensen zijn. Kijk, dat is kansenongelijkheid in optima forma.